Oh my god, ik ben terug! Hoi allemaal, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Ik ben er weer. Ik heb 2 of 3 weken niet geweekvlogd en ik ben nu echt weer op het punt aangekomen dat ik het super erg mis. En dat ik heel blij ben dat ik mijn camera weer aan heb staan. Ja, ik heb een leuk begin van de vlog gelijk. Ik zit namelijk nu heel eventjes in thuisquarantaine. Ik werd gisterochtend wakker met keelpijn. En de mensen die me nog wel een beetje gevolgd hebben in de vorige weekvlogs, die weten dat ik nu aan school ben begonnen. En dat ik aan een eindvoorstelling werk. Dus we werken met 30 mensen aan een voorstelling op dit moment. En ik werd gisteren wakker met keelpijn. En ja, het is dan wel gewoon zo eerlijk als je dan gewoon thuis blijft. Want keelpijn is gewoon een verschijnsel van het virus. En dan is het gewoon de regel dat je thuis blijft. Dus ja, ik vond het eigenlijk ook gelijk wel een goed idee om dan een test aan te vragen. Maar goed, ik heb dus vanochtend de test gedaan. En ik wil heel eventjes zeggen dat alle horrorverhalen daarover niet waar zijn. Ik was super zenuwachtig toen ik daarheen ging, maar het is echt binnen een minuut voorbij. Ze gaan eerst dus met een wattenstaafje bij je keel. En dat is helemaal niet heel diep. Dat is gewoon bij je keelwand een beetje aan de zijkanten. En ik ben best wel gestrest altijd voor dingen wat in mijn mond gaat, omdat ik ook altijd moet kokhalzen. En ik haat het gewoon echt heel erg. Maar het viel echt zo mee. Letterlijk binnen 5 seconden was het stokje alweer uit mijn mond. Dus dat sloeg nergens op. En dan gaan ze door je neus. Dat gaat redelijk diep wel. Maar ik had dat ook veel erger verwacht. Maar dat was ook echt 4 seconden. En toen waren ze klaar. En het deed echt geen pijn. Het is gewoon een beetje kriebelig. Alsof er een vliegje in je neus komt. Dat is het gewoon. Dus het is echt helemaal niet heftig om te doen. Dus nou ja, daar was ik binnen een minuut weer weg. Dus dat was top. Laten we hopen dat het gewoon lekker een negatieve test is. Dat zou heel fijn zijn. En ja, dus ik dacht het is wel een goed moment om weer te gaan vloggen. Nou goed, we zijn dus nu bezig met de eindvoorstelling. Ik ga jullie toch een beetje bijpraten. Want dan snappen jullie ook hoe mijn vlogs er een beetje uit gaan zien. We zijn bezig met de eindvoorstelling. Ik ga van maandag tot donderdag altijd dus repeteren voor de eindvoorstelling. En dat is dan van 10 tot 6. Dus dat is de hele dag. En dan op vrijdag hebben we les op school. Maar goed, dus de weekvlogs zullen er eigenlijk vooral waarschijnlijk uitzien dat ik thuis ben. Ik repeteer dus van 10 tot 6. Als het kan, dan ga ik proberen om daar iets te filmen. Maar dat zal niet zo vaak voorkomen. En dan in de avond ben ik vaak thuis en dan doe ik lekker mijn eigen ding. Ik wil jullie vragen om op mij te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En doe ook even een duimpje omhoog, want dat helpt mij heel erg om weer hoger op te komen op YouTube. En dat mensen me meer tegenkomen, dus dat zou ik heel erg fijn vinden. En ik hoop dat jullie het leuk vinden dat ik weer terug ben. En ja, ik ben in ieder geval heel excited. Ik ga nu eventjes de camera opladen en dan ga ik eventjes eten maken, lunch. Het is inmiddels alweer een paar uurtjes later. Mijn camera is weer opgeladen, dus ik kan gewoon weer filmen. En ik heb net even wat foto's gemaakt voor een campagne. Daar ben ik nog niet mee klaar, maar ik merk dat ik niet helemaal in de mood ben. Want ik moet eigenlijk nog een Instagram TV maken. Maar het ding is, ik ben dus ook al een week mijn telefoon kwijt. Want ik had hem vorige week laten vallen. Dus mijn scherm was helemaal stuk gegaan. En nu is die bij de reparatie. Die heb ik maandag opgestuurd. En ik zou hem eigenlijk een dag daarna gewoon alweer terugkrijgen. Maar natuurlijk heb ik weer ongeluk. En heeft hij van mij een paar dagen langer nodig. Dus ik heb geen telefoon en dat is super vervelend, want ik maak eigenlijk altijd mijn Instagram foto's met mijn telefoon. Dat vind ik ook het makkelijkst en zeker als ik zo thuis ben, vind ik het gewoon fijn als ik mijn telefoon daarvoor kan gebruiken, maar dat kan dus niet. Maar goed, ik heb wel een aantal foto's kunnen maken, ik hoop dat ik die dan ook daadwerkelijk kan gebruiken. Er zit op zich niet heel veel haast achter, dus dat scheelt. Ik ga denk ik nu even die foto's overzetten. Even kijken of er wat bij zit. En daarna ga ik weer Huis Anubis kijken. Want ik ben helemaal verslaafd nog steeds. Een paar vlogs geleden ook al. Maar ik ben nog steeds verslaafd. Ik ben nu bij seizoen 4. Dus het laatste seizoen. Dat vind ik heel sad. Maar goed. Ik heb nog 100 afleveringen te gaan of zo. Dus ik heb nog wel eventjes. Dus dat is helemaal leuk. Time to be productive.
weer een heerlijke plantaardige maaltijd gemaakt. Ik heb vanmiddag warm gegeten, dus ik dacht ik ga vanavond koud eten. Dus ik heb lekker couscoussalade. Als ik het zo bekijk ziet het er niet zo lekker uit als dat het daadwerkelijk is. Maar wat het is komkommer, paprika, cherrytomaatjes, Violife feta, dus dat is veganistische feta, couscous, kikkererwten en dan als dressing is het een beetje knoflook, yoghurt, of, ja, plantaardige yoghurt, nog meer, beetje majolein en dan heb ik er nog een eetlepeltje, of nee, zo'n klein lepeltje mosterd bij gedaan. Ik dacht, misschien is het sowieso even een goed idee om nog even te vertellen over mijn plantaardige dieet. Ja, ik ben daar dus een tijdje geleden mee begonnen. Ik denk dat het inmiddels alweer 2 maanden is. En mijn eerste streven was om volledig plantaardig te eten. Dat is bij mij nu wel veranderd. Ik eet eigenlijk bijna altijd plantaardig. Maar ik maak ook uitzonderingen. Af en toe neem ik kaas. Waar ik ook af en toe nog steeds een uitzondering voor maak. En maar dat is echt bijna nooit meer is vis. Maar dat is meer als ik een keertje sushi ga eten of zo. Dat ik dan wel gewoon vis eet. En als ik bij iemand anders thuis eet, dan eet ik vegetarisch en niet veganistisch. Omdat, ja, daar heb ik gewoon voor gekozen. Dus ja, eigenlijk als je aan mij vraagt om er een stempel op te plakken wat ik nou eigenlijk ben. Ik ben eigenlijk een pescetariër die heel veel plantaardig eet. Ja, I don't know. Ik wil er eigenlijk helemaal geen stempel op plakken. Ik eet gewoon waarvan ik denk dat het goed is wat ik eet. Ik eet helemaal geen vlees meer. Ik ben helemaal van mijn zuivel af. Behalve kaas dan af en toe. Maar eigenlijk in huis heb ik eigenlijk altijd alleen maar vegan kaas. Dus eigenlijk eet ik ook gewoon heel veel plantaardige kaas. Dus ja, er is wel veel veranderd. Ik eet heel veel meer fruit en groenten dan voorheen. En ja, ik voel me er heel goed bij. Ik voel me gewoon heel goed bij hoe ik nu eet. En ik voel me er heel gezond door. Ja, ik ben gewoon eigenlijk heel tevreden met hoe ik nu eet. En ik wil er gewoon verder niet echt een stempel op plakken. Want ik eet gewoon wat ik wil eten. Ik heb vanavond een filmavondje. Met me, myself and I. En kijk hoe lekker. Ik heb mijn bank lekker omgetoverd tot een bed eigenlijk, basically. En dan ga ik lekker de hele avond liggen. En deze film kijken. Law Abiding Citizen. Lekker de kaarsjes aan. Genieten. Jongens, ik heb zo net een belletje gehad. En, of nou ja, eigenlijk geen belletje, want ik heb geen telefoon. Maar mijn moeder is gebeld op uitzondering. En ik ben negatief getest op corona. Wat ik natuurlijk al wel had verwacht. Maar toch denk je stiekem, maar wat nou als ik een uitzondering ben en ik het opeens bij me draag zonder dat ik heel veel klachten heb. Maar goed, ik ga me zo meteen even lekker aankleden. En dan ga ik even lekker de stad in, want daar heb ik al de hele tijd zin in. Maar ik wilde eerst nog eventjes wat kleding aan jullie laten zien. Want ik heb natuurlijk de laatste tijd niet gevlogd, maar ik heb wel 2 pakketjes ontvangen. Namelijk eentje van Shein en eentje van Chiquelle. Ik heb het wel allebei al uit de doos en allebei al wel gedragen. Maar ik zal toch de items er even bij pakken. Oké, het eerste item van Chiquelle heb ik aan. Dus ik ga het even in de spiegel laten zien. Het eerste van Chiquelle is dit heerlijke pakkie. En ik zal je vertellen, ik leef hierin. Zeker straks voor in de winter is dit gewoon zo chill. Nu is het soms nog een beetje warm. Maar als het straks weer echt koud is, och, dan ga ik dit waarschijnlijk echt elke dag aan hebben als ik thuis kom. Het volgende van Chiquelle is dit leuke witte topje. Ja, deze heb ik nog niet aangehad, dus die is nog helemaal nieuw. Ook deze heb ik net even uit de was gehaald. Dus uit de wasmand, bedoel ik. Dus die moet in de was. Maar dat is dit topje. Is gewoon een hele fijne basic. Kan je echt met alles combineren. Dus dat is gewoon heel erg chill. En dan gaan we door met de items van Shein. En deze heb ik dus echt al wel een hele tijd geleden ontvangen. Het zijn ook eigenlijk vrijwel alleen maar zomer items. Eerste is dit topje. Dit is gewoon een hooggesloten topje. Deze heb ik ook al aangehad. Dit vind ik gewoon super chill voor dansen. Ja, zoals jullie weten heb ik ook dans op school. En dit soort shirtjes vind ik daar echt fantastisch voor. Daar voel ik me gewoon heel chill in. En sowieso ook gewoon een hele fijne basic. Die je ook gewoon lekker met alles kan combineren. Dan het volgende is ook een zwart topje die een heel klein beetje vies is. Zo'n one shoulder top. En dan kort. Ik heb er ook eentje met lange mouw, ook van Shein. Maar ik wilde hem ook met kort, vooral als het mooi weer is.
Ook al weet ik niet of er ooit nog een zomerstemperatuurtje gaat komen. Dan heb ik nog 3 jurkjes van Shein. De eerste is deze witte. Maar dit jurkje valt een beetje zo los. En nou ja, ik vind hem gewoon heel leuk. En ja, I like it. En dan de volgende jurk. En hier ben ik echt verliefd op. Had ik nooit verwacht. Maar ik ben er echt verliefd op. En dat is deze jurk. En dit is een lange jurk. Maar ja, dit is een maxi dress. En er zit aan de zijkant een split. En ja, deze jurk is zo freaking pretty. Ja, ik vind dit echt zo'n mooie jurk. Echt een aanrader. Ik ben er gewoon echt mega blij mee. Het is ook echt goede kwaliteit, dus dat is heel fijn. En dan als laatste dit jurkje. Deze hebben jullie ook kunnen zien op mijn Instagram. Maar daar zag je alleen de bovenkant, want ik zat. Maar dat is dit jurkje. Dit is best wel een kort jurkje. Maar ja, zo freaking pretty. Als ik deze aan heb, voel ik mezelf zo, I don't know, ik voel me dan gewoon zo vrouwelijk. En ja, ik voel me er gewoon echt heel goed in als ik deze aan heb. Echt heel mooi. Dus ja, echt mega blij mee. Is trouwens echt een, je kan hem zo dragen, maar je kan hem ook off the shoulder dragen. Ja, prachtig jurkje. Echt mega blij mee. Van 2 dagen niks doen naar de hele dag op pad te zijn geweest. Helemaal top. Ik ben dus eerst naar de stad geweest. Ik had gewoon mijn dingetjes nodig. Zal ik het anders gewoon even laten zien? Ja. Ik ga er even heel snel doorheen wat ik heb gekocht. En ik kan even niet alle prijzen opnoemen. Want ik heb niet van alles een bonnetje bij de hand. Dus dan weten jullie dat. Als eerste bij de Kruidvat. Ik had nieuw droogshampoo nodig. Ik heb gewoon altijd van Kruidvat eigen merk. Meestal neem ik de volume variant. Maar ik heb nu de blonde variant. Dus deze. Dan heb ik een poeder en een concealer van Essence. Deze concealer gebruik ik al een tijdje, maar 1 kleur lichter. En aangezien ik nu nog een beetje bruin ben, heb ik hem even 1 kleur donkerder gehaald. Want ik vond hem nu wel heel licht. Heb ik bij de Holland & Barrett heb ik wat vitamines ingeslagen. Ik heb vegetarische / veganistische multivitamine. Vitamine B12 en curcuma. Schijnt goed voor je te zijn, dus vandaar. En het was nu dus in de korting. Dus ik heb nu iets van €15 betaald voor deze 3. Terwijl normaal deze echt veel duurder zijn. Dan was ik denk ik echt al €30 voor dit kwijt. Dus dat is top. En dan als laatste nog even een tipje voor mensen die in Tilburg wonen. Er zit namelijk hier in Tilburg een parfumwinkel. Je zit gewoon bij de winkelstraat. En dat heet D&P Parfum. En daar maken ze eigenlijk namaakgeuren van bekende geuren. Dat wilde ik heel graag een keer testen. En ik heb nu de Abercrombie geur. De Abercrombie geur gekocht. De mannenversie. En hij ruikt echt bijna hetzelfde. En dat is super chill. Want voor 50 ml betaal je hier €20 voor. En dan voor 100 ml... €40. Dus dan ben je gewoon een stuk goedkoper uit dan als je de echte parfum koopt. En volgens een meisje die daar werkte, hebben ze bijna alle geuren wel in namaakvorm. Dus dat is een tipje van mij. Wat ik eigenlijk wilde doen nu is even mijn boodschappen aan jullie laten zien. En gelijk even vragen of jullie dat leuk vinden. Ik heb nu bij de Albert Heijn boodschappen gedaan. En dit zijn niet echt mijn weekboodschappen. Wel een aantal dingen. Maar ja, ik wil het eigenlijk nu even in deze vlog laten zien. En als jullie dat leuk vinden, wil ik er eigenlijk een keertje echt een aparte video van maken. En dan echt laten zien wat ik allemaal koop voor een week. Ik ben meestal in de week ongeveer €30 kwijt aan boodschappen. Soms ietsje meer, soms ietsje minder. Het ligt er een beetje aan wat ik nog in voorraad heb. Maar ja, ik eet natuurlijk eigenlijk vrijwel bijna helemaal veganistisch. Met af en toe een uitzondering die jullie ook hier gaan zien. Goed, ik ga nu even de boodschappen laten zien wat ik nu heb gehaald. En mochten jullie het dus leuk vinden, dan wil ik er ook wel een keertje een aparte video over maken. En er wat meer over vertellen hoe ik als student en vegetarisch / veganistisch boodschappen doe. Ik heb hier het bonnetje, die ga ik bewaren. En dan zet ik de prijzen in beeld. Mochten de prijzen niet in beeld staan, ben ik het bonnetje kwijtgeraakt als ik dit edit. Als eerste bananen. En ik moet echt letterlijk 2 keer in de week bananen kopen. Omdat ze er bij mij gewoon zo snel doorheen gaan.
Ik eet ze namelijk sowieso als ontbijt door mijn havermout. En soms ook nog in de avond. En soms maak ik er ook nog andere dingen mee. Dus bananen gaan er bij mij gewoon echt doorheen. Maar ik koop bij de Albert Heijn altijd deze. Betaal je €1,19 voor een tros bananen. Dan heb ik een zakje gemengde sla. Want die gaan eigenlijk ook elke week wel bij mij er doorheen. Deze boter. Dit is de Eat Plants Free of Palm. En ja, dit is dus plantaardige boter. En deze vind ik heel lekker. Dan een netje met avocado's. Ik koop eigenlijk altijd zo'n netje. Want dat, ten eerste zijn de avocado's kleiner. Wat ik heel fijn vind, want zo'n grote avocado eet ik eigenlijk nooit in één keer op. Plus, naar mijn idee ben je wel iets goedkoper uit. Zo'n netje is wel duur, maar als je het vergelijkt met hoeveel je er hebt, dan valt dat wel mee. Dan heb ik 3 blikjes tomatenpuree. Dat vind ik gewoon heel chill. Die gebruik ik eigenlijk heel vaak voor mijn pasta's en dat soort dingen. Hummus pikant. Dit is gewoon van Albert Heijn eigen merk. Een van de goedkoopste hummus die ze hebben. En heel lekker. Ik vind, dit is echt wel, denk ik, mijn favoriet. Meer granen wraps. Ik wilde eigenlijk de volkoren wraps, maar die waren op. Dus ben ik voor de meer granen gegaan. Dan heb ik sojakeuken en haverkeuken. Dit is ook van Albert Heijn eigen merk. En dit is eigenlijk gewoon een vervanging voor kookroom. Dus dat is super chill als je witte pasta saus maakt. Of dat eigenlijk is eigenlijk het enige waar ik het voor gebruik. Maar ik heb er maar even 2 meegenomen. Want dan heb ik weer 2 liggen. Dan het enige wat niet vegan is, als het goed is. De wraps zijn de wraps eigenlijk wel vegan? Nou, volgens mij wel. Maar ja, het enige wat ik dus niet vegan heb gekocht nu is mozzarella. Ja, zoals ik al eerder in deze vlog zei, soms cheat ik nog wel eens met kaas. En vandaag is die dag aangebroken. Want ik had heel veel zin in pasta met gesmolten mozzarella erdoorheen. Ik ben gewoon echt heel zwak voor kaas. Ik kan er echt niks aan doen. Misschien komt er een dag dat ik het kan loslaten, maar ik ben goed op weg. Van elke dag ongeveer een half zakje graspe kaas eten, eet ik nu bijna nooit meer kaas. Dus dan heb ik tarwebloem meegenomen. Dit kostte echt helemaal niks. Voor zo'n zakje 45 cent. Dat vond ik echt niet normaal. Ik dacht dat is echt super goedkoop. En ik had het echt niet verwacht. Dus dit, daar kan ik weer lekker dingen mee bakken en maken en doen. Een komkommer, want die gaan er bij mij ook elke dag doorheen. Ik eet echt elke dag komkommer, dus die heb ik nodig. Ongezoete amandeldrink en Alpro Barista. Dit is echt een aanrader voor als je cappuccino wil maken thuis. Deze schuimt namelijk super goed op. En gewoon echt helemaal mijn ding. En normaal neem ik eigenlijk altijd havermelk. Maar de ongezoete havermelk was er niet. En toen dacht ik, dan ga ik een keertje voor amandelmelk. Het enige verschil is dus dat ik nu eigenlijk vrijwel geen groente heb gehaald. En dat is wat ik meestal naast dit dus nog in huis heb. Maar dat heb ik dus al van een eerdere boodschap. Dus ik heb eigenlijk altijd champignons, courgette, spinazie, bijna altijd, broccoli en paprika. Dat heb ik eigenlijk altijd wel in huis. Goedendag, het is vandaag zondag en ik ben weer naar de winkel geweest. I'm a mess. Ik ga even laten zien wat ik heb gekocht. Oké, ik ben eerst naar de Ecoplaza geweest omdat ik daar eigenlijk heen ging voor een bepaald soort vegan kaas. En ik dacht dat ze die dus daar verkochten, maar helaas, dus niet. Maar ik heb wel 2 andere dingen meegenomen. Eén daarvan stond in de planning en de andere niet, maar was in de korting. Dus ik dacht, ik ga ervoor. Ik heb namelijk tahin gekocht, dat is sesampasta. En ik hoor altijd dat het super lekker is als dressing in je salade. Ik ben echt heel erg op zoek naar lekkere saladedressings. Want ik ben heel goed in salades maken, maar de dressing daarentegen, ik flikker altijd van alles bij elkaar en ik vind het eigenlijk nooit echt lekker. Dus ik ben gewoon heel erg op zoek naar mijn perfecte saladedressing. Het was nu €2,51 in plaats van €4,20. En dan heb ik deze Skyr Style sojayoghurt zonder suiker gekocht. En dit moet dus lijken op Griekse yoghurt. En als er iets is wat ik aan, zeg maar, zuivel nog mis, dan is het Griekse yoghurt. Dat was echt mijn lievelingsyoghurt. Weet je, van die hele dikke. Nou, ik ga er niet van uit dat dit net zo'n dikke yoghurt is als die ik normaal gesproken altijd had. Maar ik hoop dat het een beetje in de buurt komt. Het is wel een duur bakje. Volgens mij iets meer dan €3. Of net eronder. Ik weet het niet. Rond de €3. Dus het is zeker niet goedkoop.
Dus dat ga ik ook zeker niet wekelijks halen. Als het heel lekker is, dan mag ik dat af en toe wel van mezelf halen. Dus ik ga het even proberen. Ik zal zo meteen wel even een hapje nemen. En dan ben ik naar de Primark geweest en heb ik deze sokken gekocht. Ik wilde eigenlijk van die Nike sokken, maar die zijn best wel duur en overpriced. Toen ging ik naar de Primark. Ik dacht, ik haal gewoon normale witte hoge sokken. Want ik heb eigenlijk vrijwel alleen maar enkel sokjes en geen hoge sokken. Maar dat vind ik dus wel leuk boven mijn nieuwe All-Stars. En toen zag ik deze voor 4 euro. En dan heb je zwart, grijs en wit. Ik vond het helemaal leuk, dus ik heb meegenomen. Oké. Nou, zo ziet de yoghurt eruit. Ja, het is inderdaad wel dikker dan normale yoghurt. Niet per se de... substantie die ik gewend ben van Griekse yoghurt. Maar zoals je ziet is het wel echt een stuk dikker. Oké, ik ga een hapje proeven. Ik moet wel zeggen dat ik sojayoghurt los sowieso niet heel lekker vind. Ik vind het lekkerder met gewoon allemaal toppings en dingen. Maar goed, gewoon even voor de sensatie. Ja, weet je wat ik wel gelijk moet zeggen? Het is gewoon prima yoghurt, super lekker. Maar ja, deze substantie, ik heb dit zo gemist. En het is niet de Griekse yoghurt die ik in mijn hoofd heb, want dat is echt een hele dikke Griekse yoghurt. Maar dit komt gewoon weer meer in de buurt van, zeg maar, kwark, dikkere yoghurtsubstantie. En nou, I love it. Zo, eventjes snel een vlogstukje. Het is vandaag dinsdag, ik heb gisteren niet gevlogd. En dit is precies wat ik bedoel. Ik heb het gewoon zo druk. We hebben gisteren gerepeteerd van 10 tot 6. Daarna ben ik naar huis gegaan. Zijn Jip en Lisanne gekomen. En in zo'n avondje, ja, daar heb ik gewoon geen zin om te vloggen. Want dan zijn we gewoon lekker over leven aan het praten. Dus ja, dan ga ik dat niet filmen. Maar vandaag moet ik weer repeteren. Vandaag tot 1. Dan moet ik, daarna ga ik even met de klas nog zitten. Want we hebben een groepsbespreking. Of tenminste met de meiden alleen. En daarna moet ik... die tas daar met kleding wegbrengen. Want die hebben we toen gehuurd voor ons liefdespelproject. Die ga ik vandaag terugbrengen. Dus dan moet ik weer helemaal naar de andere kant van Tilburg. Daarna, als ik nog tijd heb, ga ik nog even studeren op school. Dus het is een hele drukke dag weer. Maar goed, we gaan er tegenaan. Ik ga nu snel dit uitdoen, want ik moet opschieten. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik moet vanmiddag weer naar school. Maar ik ben nu even een ochtendje vrij. Ik wilde op mijn horloge kijken, maar die heb ik niet om. In ieder geval beginnen we vandaag om 14:45. Dus super chill, gewoon even lekker uitslapen. Morgen ook, dus dat is heel fijn. Maar goed, er is net een pakketje binnengekomen en dat wilde ik even met jullie delen. Ik heb namelijk een pakketje van Captain & Son. En ik heb hier toevallig een rugzak van hetzelfde merk en die heb ik al best wel lang. Die heb ik ook een keer via een samenwerking gekregen en nu heb ik een nieuwe samenwerking. En heb ik dus ook een nieuwe tas en ik ben mega excited om deze uit te pakken. Hij zit dus ook helemaal in zo'n mooie zak. I love it. Die kan ik ook weer mooi gebruiken. Ik heb een zwarte gekozen. Ik zat heel erg te twijfelen tussen deze en een andere kleur. Maar ik dacht, ja weet je, zwart is toch altijd wel het fijnst. Past gewoon eigenlijk wel altijd bij mijn kleding wat ik aan heb. En wordt ook niet zo snel vies. En dat vind ik vooral wel een dingetje. Want ik had in eerste instantie een soort lichtroze, beetje, ja, hoe zeg je dat, beige kleur op het oog. Maar dat wordt toch wel heel snel vies. Want ja, je gooit je tas overal neer, weet ik het wel. Dus ik dacht, ik ga gewoon voor zwart. En nou ja, het is deze. Heel blij mee. Er zit een heel groot voorvak in. Er zit nu al papier in. Nou, je ziet wel hoeveel papier eruit komt. Ja, de binnenkant is bijna hetzelfde als mijn vorige Captain & Son rugtas. Maar dat is dus echt zo chill. Want kijk, je hebt ten eerste hier een rits. En daar kan je van alles in doen. Best wel diep vak ook. Heel handig om te gebruiken. En je hebt ook hier een laptopvak. Wat ik heel chill vind, want ik neem eigenlijk... altijd mijn laptop mee naar school. En dan heb je nog een normaal groot vak. En daar past gewoon ontzettend veel in. Ja, ik ben helemaal blij mee. Ik ga nu even de inhoud van mijn tas hierin doen. Want ik neem deze natuurlijk mee. Oh, en je hebt hier ook aan de zijkanten nog vakjes. Dat is ook heel handig. Zo ontzettend blij mee. Echt. Ja, ik ben er echt heel blij mee. Dus dit wordt mijn nieuwe rugtas voor het aankomend schooljaar.
Hoppala, mijn haar zit echt mega wild. Maar goed, het is vandaag zaterdag. Maar ik heb vandaag dus eventjes ergens over nagedacht. En dat is dat ik mijn vlogs wil veranderen qua wanneer tot wanneer. Ik wil nu gaan vloggen van zaterdag tot vrijdag in plaats van maandag tot zondag. Want dan heb ik in het weekend tijd om te editen en dat is gewoon een stuk chiller. Dus normaal gesproken had ik de vlog nu dus al afgesloten, maar ja, dat heb ik nog niet gedaan. Dus dat ga ik nu doen. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik weet dat mijn weekvlogs nu een beetje rommelig zijn qua dagen, omdat ik gewoon heel veel aan het repeteren ben. Maar goed, daar moeten we eventjes genoegen mee nemen. Ik ben in ieder geval blij dat ik überhaupt weer kan vloggen. En ik ben ook gewoon weer blij dat ik dat doe, want ik had het heel erg gemist. Dus ja, ik hoop dat jullie het leuk vonden. Doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Dat helpt mij enorm. Abonneer op mij als je dat nog niet hebt gedaan. En dan zie ik jullie hopelijk bij de volgende video. Doei doei!